hele goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik ben even bezig met kleren uitzoeken voor in mijn koffer. Want we gaan vandaag even voor 4 dagen even weg. We hebben een huisje gehuurd. Heel schattig huisje. In een bos. En we gaan even 4 dagen gewoon daarheen. Even lekker uitrusten. We wilden heel graag de katten meenemen. Maar ik heb op Instagram gevraagd of het wel handig is om de katten mee te nemen naar een bos. En dat is natuurlijk niet handig. Ik heb wel binnenkatten, dus eigenlijk zouden ze niet naar buiten mogen. Maar goed, als we wel naar buiten gaan en de deur staat eens een keer open, dan vind ik het best wel een eng idee als ze wel meekomen. Dus ze gaan zo naar Honey. Ik ga ze wel echt heel erg missen. We wouden ze echt heel graag meenemen. Maar ik heb echt zin in 4 dagen gewoon lekker rust en alleen met Nessie. Ik heb daar echt heel veel zin in. Ik ga even uitzoeken wat voor kleren ik ga meenemen. En voor de rest ben ik eigenlijk wel klaar. Nessie is even snel naar de Albertijn om voer te halen voor de katten. Zodat we mee kunnen geven aan Honey. En dan gaan we eigenlijk vertrekken. Hi, bels gehaald? Ja, voor de kat alleen. En ik heb iets voor mezelf gehaald. Wat dan? Bitches. Mensen. Got to support the brother. Nou jongens, wij zijn eindelijk vertrokken. Vraag me niet wat ik allemaal met mijn tas heb gedouwd. Ik weet het zelf ook niet. Nessie weet ook niet dat hij allemaal heeft meegenomen. Alleen pyjamas. We hebben het echt heel heel snel gedaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan erin om te chillen. Ik heb hier dus Dinari. En ik heb het even open gedaan. Zodat ik haar kan aaien. Want ik ga haar zo erg missen. En Lira ook. Maar die kan je helaas nog niet zien. Die zit erachter. Maar Dinari. Nee, ze moeten wel echt zo'n nieuwe ding voor haar kopen hoor. Ze is veel te dik voor zo'n ding. Nou, dat vind ik wel meevallen hoor. Kijk hoe schattig. Oh, ik ga je zo erg missen. Oh, dikke Dinari. Ze is zo braaf in de auto, hè? Ze is echt. Kijk haar mond. Waarom is haar mond open? Dan zit op je dorst of zo. Ze is echt braaf in de auto. Hoi, liefie. Hoi, Lira. Hi, Lira. Ja, Lira werd net herkend. Ga stuk. Hi, hi, mama. Hi, kind. Ik heb haar gelijk een snoepje gegeven, zodat ze zich hier een beetje thuis voelt. We doen ongeveer bijna 2 uur op om daar te komen. Dus we gaan even een stopje doen. Even, oh, dat is echt zo'n kleine. Maar misschien wel naar eten hoor. Ja. Nee. Nee. 1 uur later, wij zijn in de supermarkt in Zwolle. Want we hebben zo'n huisje gehuurd in Stegeren. Ik leg jullie even straks allemaal uit waar het precies ligt en zo. Maar de supermarkt is daar al gesloten. Ik heb het even gegoogeld. Dus we dachten we gaan even onderweg even stoppen om naar de supermarkt te gaan. We moeten wel eten hebben voor deze dagen. Dus ik ga even lekker gezonde boodschappen doen. Oh, pizza zie ik hier gelijk voor me. Wij zijn dus net bij de Jumbo geweest. En wij waren eigenlijk officieel de 4e op een rij. Dus ik zei er wat van. Want als je dus... Ja, dan bij jou. Lekker man. Als je dus een 4e op een rij bent, dan krijg je gewoon gratis boodschappen. Dus ik dacht ik kan het gewoon proberen. Jumbo? Wij waren de 4 op een rij en we hebben niks gratis gekregen, ja? Nee. En toen zei die medewerker, zei van, als hij zo van, oh ja, dan moet je het melden aan de balie. Ja, ik zeg, ja, zoveel moeite ga ik. Ja, weet je, het is, tot je het hebt gemeld bij de balie, ja, is heel die kassa al leeg en ja, dan sta je daar. En we waren eigenlijk officieel zelfs de 5e. Dus die actie is een beetje, goed. Let's go. Maar ja, goed, we hebben heel lekkere boodschappen gedaan. We hebben echt heel veel dingen gekocht die wij normaal gesproken niet eens eten. Maar kijk de lucht, hoe mooi. Je ziet het op de camera niet eens, maar het is echt heel mooi paarse lucht. Oh. Nou, veel slaap voordat we er ooit arriveren. Ja, we moeten nog 30 minuten heen. Zo, wij zijn eindelijk gearriveerd bij ons huisje. Nessie, doe niet zo eng. Ik vind het zo eng. Wij moesten dus echt gewoon door het bos lopen om hier te komen. En ik kwam best wel eng, want het is al echt super donker. Maar het is echt een heel gezellig knushuisje. Maar we zijn echt net aangekomen. Dus we hebben even onze spullen gepakt. En Nessie gaat onze boodschappen nu ophalen. En dan gaan we eigenlijk gelijk een beetje eten. Want ik heb echt nog niks gegeten. Maar ik denk ik misschien even crackers eerst ga eten. En dan pas ga koken. Het is natuurlijk nu al best wel donker. Maar ik denk dat ik jullie even een korte rondleiding ga geven. Het is echt een heel schattig knushuisje. Dit is de keuken. En dit is een zithoekje. Dit is de woonkamer. We hebben hier een kachel. Echt super cute. Het is echt mini, maar ik vind het echt zo cute. Nou, hier is de wc. Hier is een tweede kamer. Onze kamer. En onze slaapkamer is hierboven. Dan moet je echt zo'n heel smalle trap op. En dan is onze slaapkamer hierboven. Maar dan laat ik jullie even morgen zien, want het is veel mooier. Ja, het wordt ons verblijf voor 4 dagen. 3 nachtjes hier. Ja, je kan eigenlijk echt helemaal niks zien.
om jullie een indruk te geven van hoe donker het buiten wel niet is. Kijk, je ziet echt niks. En dan hoor je Nessim lopen. Met zijn boodschappentas. Kijk hoe donker het hier is. Ik heb een paar grizzlyberen gevonden. Maar ik heb het overleefd. Kom. Oh, welcome home. Dus de deur open deze. Oh, kapot. Nessim gaat even boodschappen uitpakken. Ik moet even knekken maken voor mezelf. Want Nessim heeft al een broodje gegeten. En ik nog niet. Dan ga ik eten op deze kinderbord. Kijk wel, Nes. Ik ga lekker plekjes eten met zalm. Dat pindazaal? Ja. Dat is snack night. Zo, soms zijn echt de meest simpele dingen echt zo lekker. Plekkertje met zalm, jongens. Ga ik dus elk moment beseffen wat ik ben vergeten in mijn tas. Nou, ten eerste ben ik mijn pantoffels vergeten. Dus ik ga sokken van Nessim aandoen. Ik ga ook alvast mijn pyjama broek aandoen. Want dat is het veel fijner dan een jeans. Ik heb even op de bank gezeten en ik moet nu even koken. Ik moet helaas twee gerechten koken, want Nessim en ik eten niet hetzelfde. Nessim wil echt gehakt. En ik ben gestopt met rood vlees. Dus ik moet voor mezelf of vis of kip maken. Nessim heeft voor zichzelf zelfs een Red Bull. Allemaal stress voor zichzelf. Hij heeft zelfs een Russische reep gekocht voor zichzelf. En Milka. Ja, goed bezig hoor. Ga je nou wel jouw perfecte leven vergelijken met die van mij? Ja, eigenlijk wel. Zo, ik ben dus aan het koken nu voor Nessim. Ik was net trouwens live. Ik heb chili con carne gemaakt voor Nessim. En nog even wachten op de rijst. Die is nog niet klaar. Ik had ook niet een juiste pan hiervoor. Ik was net trouwens live en ik vond het heel erg leuk. Ik had mezelf beloofd om nooit meer live te gaan. Maar ik vond het op zich wel leuk. Misschien omdat ik gewoon ook aan het koken was en bezig was. Dat je andere soort kijkers krijgt. Dus dat vond ik wel leuk. Ook even melken. Zo gezellig het huisje. En dinner is ready. Het is zo lekker. Alles op. Kijk, mijn hele bordje leeg. Doe wat. 6 minuten of zo. 2 hours later. Dit is mijn eten. Ik heb spinazie kipworstjes. Ik heb ze nog nooit geproefd, maar heb ik gehaald met groenten, een pittige tomatensaus en een koolsla met tahini saus. Oh, ik mis echt tahini. Hier bij de Jumbo heb je de Turkse afdeling, daar had je dus tahini. Dat heb ik gehaald. Dus ik ga nu lekker genieten van mijn maaltijd. Ik vind het echt zo relaxed hier, Nes. Is het leuk? Ja. Is het leuk rustig? Later. We zijn lekker uit het werk. Ik heb net gewoon zo laat nog koffie gemaakt. En ik denk dat ik even hier op een bank ga zitten nu. En gewoon even een boekje ga lezen. Gewoon relaxed. Rustig voor slapen gaan. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede morgen. Wij zijn net wakker. En dit is ons huisje. Hoe mooi is dit? Tenminste vanuit de slaapkamer. En dit is de woonkamer. Hier zie je dus alles beter. Kijk, met de gordijnen open. Midden in de boesjeboes. Alles hier beslagen. Goedemorgen jongens. Ik ga voor het eerst in mijn leven koffie maken. Met een filter. Ik heb Ronnie gebeld om te vragen hoe het precies moet. Want ik heb het nog nooit gemaakt. Maar Ronnie zegt dat dit dus de lekkerste koffie ever is. Ik ben heel erg benieuwd. Zo, alles gedaan. Nu de knopjes aanzetten. Nou, het begint al. Zo. Koffie is klaar. Lekker hoor. Kijk dan. Live. Ik had het net over met Nessim. We kunnen gewoon de hele dag binnen blijven. Gewoon alleen naar buiten kijken over hoe mooi het is. Ik zweer, ik kijk zo naar buiten. Ik laat jullie even zien. Zo zeg maar naar buiten kijken. Heb je niet een beetje die twilight feeling? In ieder geval wat we nu gaan doen. Nessim gaat nu ontbijten. Ik ga helaas nu nog niet ontbijten. Het is niet zo heel erg gezellig. Natuurlijk om niet samen te ontbijten, maar ik ben aan het vasten. Ik ga nu editen. Ik heb lekker koffie gezet. Mijn computer ligt daar. Mijn laptop ligt daar. En ik ga nu even snel editen, want er moet vandaag een vlog online komen. Want ik loop een beetje achter op schema.
wij gaan dus nu naar de Mediamarkt, want we hebben geen fun in huis. En deze haar is niet te temmen zonder fun. En daarnaast moeten we ook nog even langs de supermarkt voor de kleine dingetjes. Dus dat is wat we nu gaan doen. 40 minuten rijden. Hey Mir, wat heb je nou precies aan? Wat is dit? Dit is mijn trui, jouw joggingsbroek en jouw jas. Is dit jouw nieuwe swag, zeg maar? Oh mijn god. Ga jij nou weer? Hè? Wij zijn nu thuis. Ik ga lekker onder de deken. Sneeuwelijke deken. Ik heb een fun gekocht van de Mediamarkt. We gaan trouwens straks even de kachel aandoen die jullie daar zien. Ik ga even voor de eerste keer even uitproberen. Ik heb ook gezellig. Het wordt hier ook echt zo snel donker. Niet normaal. Maar ik heb dus deze fun gekocht van Remington. Dat was zo grappig. Want deze kostte maar 50 euro. Maar je had ongeveer een soortgelijke van Remington, maar voor 100 euro. Dus ik vroeg wat het verschil was. Want de watt hierop is gewoon veel hoger dan op die van 100 euro. En in meerdere keek ik echt naar de beschrijving en dacht van, hoe moet ik dit uitleggen? En hij zei gewoon letterlijk, ik weet het niet. Deze was gewoon veel beter dan die van 100 euro. Dus altijd even goed de beschrijving lezen. Daarnaast vind ik de Black Friday sale echt gewoon bullshit bij Mediamarkt. Want ik heb bijna geen sale gezien. Ik heb echt zoveel dingen nodig. Ik heb bij een koffiezetapparaat gekeken. Blender. Bij alles en nog wat. En er was gewoon nergens korting op. Tenminste wat ik nodig had. En ook niet op een fun. Dus ik ging naar een fun zoeken. Zei ik van, waar is de actie? En toen zei hij, ja, we hebben alleen maar acties op geselecteerde items. Ik dacht dat Black Friday sale bij Mediamarkt veel heftiger was. Want daardoor gaan mensen toch helemaal vroeger naartoe en zo. Maar ik zou er nooit moeite voor doen. Maar ik ben blij met mijn nieuwe fun. Ik ga morgen weer even mijn haar vaccineren. Ik moet morgen een campagne shooten. Dus dat komt me goed uit. En dit is weer een les voor mij dat ik gewoon altijd mijn fun moet meenemen. Zo, ik ben zalm aan het bakken met Thaise curry. Het was al, zeg maar, gemarineerd. Ik ben benieuwd of het lekker is. En ik heb hier broccoli. En ik ga even rijst maken voor Nessie. Daar heeft nog een sleepingpartner van gisteren. De kachel is aan. Hele goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb net even snel gedoucht en ik ga mijn haar doen met mijn nieuwe fun. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe die fun is. Ik besef me niet dat ik helemaal niet heb gezegd waar we eigenlijk zitten. Maar wij zitten dus in een plaatsje dat Stegeren heet. En dat is eigenlijk in Twente, boven Ommen en Almelo. Dus ik ben eigenlijk gewoon helemaal op mijn plek. En ik moet ook eerlijk zeggen, het is onze tweede, we hebben twee nachten hier geslapen. Onze derde dag hier. En we zijn echt heel erg uitgerust. En ik zit altijd te kijken voor een volgend huisje. En ik heb echt zo'n leuk huisje gevonden voor de volgende keer. Deze heeft Nessie geboekt. Maar dit is wel echt iets wat we vaker gaan doen. Wij hebben net een beetje lopen shooten in het bos. Ik heb een, ja, dat is een blazerjurkje aan van Boohoo. Met mijn overnielaarzen. Het zit echt heel erg fijn en mooi. Getailleerd. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ga nu proberen om nog een tweede outfit te shooten. Want het is inmiddels al best wel laat. Dus ik verwacht dat het zo met een uurtje al donker is. Lekker bezig weer. Op tijd begonnen. Ik zeg jullie eerlijk, ik wil nooit meer weg hier. Ik flikker. Oh. Een hele goede middag alweer. Ik was vergeten om de vlog af te sluiten. Dus hierbij sluit ik de vorige vlog af en begin ik een nieuwe. Snel, doei.